ga voor mijn verjaardag shoppen in New York. En jullie mogen mee. Woehoe, New York, New York. Wie gaat dat allemaal betalen? Ja, toch? Jouw vader weet nog niet dat jij niet meer op Amica rijdt. Werken op een manege? Geen denken aan! Eigenlijk is het wel heel leuk, niet? Amerika, Amerika, jij betekent alles in mijn leven. Het mooiste wat de wereld me tot nu kon geven, dat ben jij. Ik ben zo blij, mijn allerbeste vriend. Amerika, Amerika, jij bent mooier dan de meeste mensen. Amerika, jij vervult mijn allerdiepste wensen. Dat ben jij, ik ben zo blij. Papa, ben je bezig? Nu even niet, knuffel. 1 minuutje. Ik ben bezig met die hoed, met die ingebouwde radio. Wordt echt fantastisch. Ik wilde het nog even hebben over dat baantje. Heb je iets gevonden? En wat is het precies? Wel... Het is in de buitenlucht. Dus het is wel heel gezond. En met veel beweging. En... Dat gaat me wel goed doen, denk ik. Het is op de manege. Ja, tot straks, hè. Merel, zeg iets. Je zit op dat paard gelijk een platte pannenkoek. En je kan dat echt wel alleen, hè? Allee, omdraaien. Nu omdraaien, omdraaien. Oh. Nou. En? Hoe doet Chanel het, mevrouw van de panhuizen? En? Oh, luister dicht langs geen kanten. Ik snap het niet wat je met die knol moet, hoor. Je hebt Amica, toch? Zo? Nou, dat is het duurste paard van de manege. Als mijn vader mij zo'n paard zou geven, dan zou ik wel weten waarop ik zou rijden, hoor. Verandering kan geen kwaad. Nou ja, ik heb veel belangrijke nieuws. Jij raadt nooit wat ik jou ga vertellen. Pubers, wie denken ze wel dat ze zijn? Ik laat niet met mij lachen. Vertel. Nou, je favoriete reininstructeur is terug. Kasper! Mm-hmm. Oma, die komt toch pas morgen terug? Nee. Om 10 uur is hij al hier. Tas. Oké. Welke kleur? Zou ik de 5.2 doen of de... Hallo? Ik ben Merel. Ik kom voor de advertentie. Ja, dan moet je vragen naar mevrouw de Raffaëttes. Dus hier recht doorlopen en dan naar rechts. Bedankt. Ja. Tot later. Ja. Zelfs is Kasper hier. Hey, Olivier. Ik kan je niet missen. Wil je opstaan voor mij? Vlug. Thank you.
Is ze niet prachtig? Mijn dochter. Marie Claire traint elke dag, want ze is de beste Amazone in de omstreken. Alle grote concours staan op haar naam. Hallo, ik ben mevrouw de Lafayette, al 25 jaar de gerente van de paardenhoeve. Ben jij hier al eens geweest? Ja, toen ik nog heel klein was. Met mijn papa en met mijn mama. Ah, jouw vader houdt ook van paarden. Nee, mijn mama heeft vroeger nog paard gereden. Ik kom eigenlijk voor de advertentie. Ah. Oh. Hallo, met Marie-Louise Lafayette, de gerente van de paardenhoeve. Ja, ma, ik heb nu mijn jeans nodig, die met die zakken. Ik heb het heel druk op dit moment. Ja, en dan? Jij verliest altijd alles van mij, dus los het dan ook op. Ik ben bezig. Laat mij met rust, Edder. Begrepen? Goed. Wil ik jou het domein eens laten zien? Hey, Casper. Alles goed? Casper! Wat een verrassing! Dag, Casper. Aangenaam. Eel, je paarden zijn aan je hand hangen. Oh, sorry. Ik denk dat hier achteraan alles schoon is. Check nog maar eens. Ik wil niet dat er nog ergens troep of zo hangt. Leba, pas op, hè. Moet je soms naar de slager gaan? Vertraag je. Braaf. Marie-Claire. Een beetje kalm misschien? Pardon? Een verpest paard op deze manege is wel genoeg. Hou je mond over, Amica. Hi, girls. Everything all right? Ja, ja. Casper, hoe was het in Engeland? Ah, very nice, you know me. Ah, Jan. Nog altijd stront aan het scheppen, jongen. Hey, kom aan, lady, stap in. Ik heb nog belangrijk nieuws te vertellen. Ik zei dus, nieuwe stallen. Grote wedstrijdpiste voor internationale concours. De beste sportpaarden van het land staan hier bij elkaar. Dus jij mag best wel blij zijn dat je hier deel mag van uitmaken. Wie? Ik? Ja, jij. Wie anders? Dus je neemt de job. Werken op een manege? Geen denken aan! Daar hebben we het meer dan genoeg over gehad. Merel, ik vroeg jou wat. Neem je de job? Ja, mooi. Hier, trek dit maar aan. We hebben heel veel rijke klanten en die hadden zich niet zo graag bezig met het vuile werk. Alles moet pikfijn in orde zijn. Kom. Dit is een stal, een vuile stal. De kruiwagen staat daar. Hendrik, ik zal straks komen kijken hoe het gegaan is. Maar hoe moet ik de... Vorige week heb ik mogen deelnemen aan de grote elitewedstrijd in Great Britain. Uh-huh. Oh. En na mijn grandioze prestatie, number one, thank you very much. Number one, ben ik uitgenodigd op het kasteel en heb ik de queen herself kunnen ontmoeten. Wauw, lijkt mij super. Uh-huh. Ja, tuurlijk is het super. Uh-huh. Maar wacht. Dat is... De medaille van... Van de Great Order of St. Gregory, voor Engelse ruiters. En die heb ik persoonlijk van de Queen herself gekregen. Oeh, die wil ik ook. Tuurlijk, wie wil die niet? misschien doe ik wel een cadeau aan een van jullie. Ik? Hi, Oliver. Dag, Ken. Zeg, Marie-Claire, waar is Ma? Oh, ik krijg ze toch... Nee! Hallo? Nee, ja? Ik heb het tegen jou. Nee, ja. Waar is Ma?
Die is waarschijnlijk een nieuwe broek voor jou gaan kopen. Oh, sorry. Jij bent nieuw hier, zeker? Ja, Merel. Olivier. Zeg maar, Olly. Mooi overal, trouwens. Niet zo mooi als jouw broek, natuurlijk. Eeuw. Olivier jaagt echt achter alles, hè. Die meid heeft nog wel een leuk snoetje. Misschien krijgt zij mijn sterren. Kom. Hallo, papa. Wat? Nee, het valt hier wel mee, ja. Nee, ik... Wat? Een pak melk. Ja, oké. Nee, er is niets. Ja, ik moet nu wel oppakken. Ja. Dag, papa. Straks.